U heeft binnenkort een afspraak in het Erasmus MC. Wanneer u met de auto naar het ziekenhuis komt, is het nuttig om van tevoren de parkeermogelijkheden te bekijken. Plan ruim de tijd in om te parkeren. Het is vaak druk en de loopafstanden zijn groot. Het Erasmus MC staat aangegeven vanaf de Ring Rotterdam. In de directe omgeving van het Erasmus MC volgt u de bewegwijzeringsborden naar parkeergarage Westzeedijk of Wijtemaweg. Deze zijn dag en nacht geopend. Als beide garages vol zijn, kunt u uitwijken naar de naastgelegen parkeergarage Museum Park van de gemeente Rotterdam. Voordat u een parkeergarage inrijdt, ziet u op een matrixbord hoeveel parkeerplaatsen er nog vrij zijn. Het bord geeft ook aan als de parkeergarage vol is. Wacht dan totdat er weer plek is of rijd door naar de andere garage. Wilt u eerst iemand afzetten voordat u gaat parkeren? Maak dan gebruik van de kiss-and-ride zones aan het Dr. Molenwaterplein. Na het afzetten kunt u uw auto het beste parkeren in de parkeergarage Wijtemaweg. Bij het inrijden van de parkeergarage trekt u bij de slagboom een parkeerkaart. In de parkeergarage Westzeedijk geven parkeerverwijsborden de rijroute en het aantal vrije parkeerplaatsen aan. Als u een groen licht bij een parkeerplaats ziet, dan is die plaats vrij. Bij een rood licht is die plaats bezet. Zo vindt u gemakkelijk een vrije parkeerplaats. In parkeergarage Wijtemaweg staat het aantal vrije parkeerplaatsen per etage aangegeven. Als u de rijroute volgt, komt u vanzelf bij een vrije plek. Minder valide parkeerplaatsen vindt u vlakbij de ingangen naar het Erasmus MC. Voor deze parkeerplaatsen betaalt u de gebruikelijke parkeertarieven. Zorg ervoor dat een minder valide kaart goed zichtbaar is. Ook zijn in beide garages 10 parkeerplaatsen om uw elektrische auto op te laden. U betaalt hiervoor met uw eigen laadpas. Onthoud goed waar u uw auto parkeert. Noteer het nummer van de desbetreffende etage en de letter van het parkeervak. De naam van de parkeergarage staat op uw parkeerkaart. Volg nu de gele bordjes ingang. Deze brengen u naar de dichtstbijzijnde ingang van het ziekenhuis. Onthoud via welke ingang u naar binnen gaat. U komt binnen in een van de voetgangersgebieden, passage, arcade of plein, waar u zich kunt aanmelden. Bij alle ingangen zijn rolstoelen beschikbaar. Ook rijdt er een golfkarretje om u naar uw plek van bestemming te brengen. Bij alle ingangen is binnen voldoende wachtgelegenheid. Spreek voor het afhalen duidelijk met elkaar af bij welke ingang u wacht. Na uw bezoek volgt u de groene borden naar de parkeergarage waar uw auto staat. Betaal uw parkeerkosten bij een van de betaalautomaten nabij de uitgangen naar de parkeergarage. Alleen bij uitgang 4 kunt u met contant geld betalen. Bij de andere uitgangen betaalt u met pinpas of creditcard. Na betaling gaat u naar uw auto. Bij het wegrijden uit de garage herkent een camera uw kenteken en opent de slagboom automatisch indien u heeft betaald. Het Erasmus MC ligt in het centrum van de stad. Parkeren is daar altijd wat duurder. Kijk voor de actuele parkeertarieven op onze website. Wist u dat er kortingsregelingen zijn? Deze gelden voor polyklinische patiënten en voor het bezoek van opgenomen patiënten. Lees op de website of u hiervan gebruik kunt maken. Het Erasmus MC is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Bekijk ook onze video met het openbaar vervoer naar het Erasmus MC. Wij wensen u een goede reis!